Welkom dames en heren bij deze video. En in deze video ga ik het heel kort met jullie hebben over Bitcoin en Ethereum. Maar ik kijk vooral naar altcoins. Zeker gezien het feit dat er langere tijd voor altcoins niets gebeurd is. En is dit dan het moment waar we met z'n allen zo lang op hebben gewacht? Is dit dan het moment dat we in die zin voor als vele malen hoger gaan zien? Dat gaan we bekijken. Laten we eens kijken naar Bitcoin. Want wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Ik heb het al heel vaak verteld. Ik was een koper hier op deze low. De vraag zou dan zijn, oké, waarom was ik daar een koper? Nou, dat had eigenlijk, of die vraag is eigenlijk tweeledig. Of het antwoord in ieder geval, die zijn ook. We hadden een one-to-one hier op deze, op 54,5. Dus we hebben een ABC-correctie, of als je dat überhaupt zo wil noemen. Maar we zijn dus toch gekomen vanuit die one-to-one, vanuit die top hier, die low hier, hier een high, en dan is dit te berekenen. Daarnaast hebben we, even zien, vanuit dit ook de 0,5-lijn gepakt. Al dan niet iets hoger, die lag op 56. Maar voornamelijk wat we zagen natuurlijk als we hier aan de onderkant kwamen, zeker in dit gedeelte, werden mensen in één keer super bearish. In ieder geval, men wachtte op 51,52. Waarom? En dat is op zich een logische gedachte. We hebben hier natuurlijk een basis of een base voordat we weer impulsief zijn gegaan. Dus ontzettend logische gedachte dat we eventueel daar naartoe zouden kunnen gaan. Maar Bitcoin heeft ook de eigenschap om mensen achter te laten. En dit was voor mij ook de reden om op die one-to-one in te stappen. Nou, even zien, dit was uiteindelijk de trade. Die loopt nu nog steeds hoor. Zal inmiddels wat bijgeplust zijn, want dit is van 66. Ik weet niet waar we nu zitten. Maar dat valt er mee. Dus de entry was 54,2. Nou, dat is net iets lager. Ik zal eens kijken, dat was hier ongeveer op die low. De terugtest, die krijg je meestal. En wat vind ik daar ook nog eens belangrijk aan? Dat je aansluitend ook hier een terugtest krijgt. En dan op zo'n 4 uur blok. Dat je daar eigenlijk bounced. En dan zou je kunnen kijken naar een golden pocket entry. Of een 786 entry voor een verdere beweging naar boven. Dus dat was de reden om op die long te zitten. Dat hebben leden binnen EXO sowieso gehad. Deze entries, dat kan niet anders. Dus dat. Dan is de vraag, wat nu eigenlijk? Dus als we dus verder gaan kijken, bijvoorbeeld 3D of 5-daagse, dan zien we gewoon heel duidelijk dat we hier eigenlijk nu tegen wat grote resistance aan gaan lopen. Dit is voor de rest een bullish candle, zeker monthly. Ik zal hem zo laten zien. Ziet het er echt meer dan prima uit. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dus we zien hier dat in eerste instantie mijn verwachting is dat we dus dit gaan bereiken. Ergens hier verwacht ik dat we een afwijzing gaan krijgen. Dat we wellicht wel hier naartoe kunnen gaan naar 63,64. Om een klein beetje te rangen. Dit zal waarschijnlijk ook een gebied zijn dat altcoins wat meer te vertellen hebben. En dat de Bitcoin dominantie wat af gaat nemen. Hoeft niet, maar kan zeker. Dit is dus prima. Hè? Dus vanaf deze low naar dit is 25%. Gevoelsmatig, en dat is gevoelsmatig, kan nergens denk ik dat deze low in is. Ja, en verwacht ik eigenlijk dat deze highs er uiteindelijk uit gaan trekken. Ik denk in ieder geval deze high op 72. Maar in mijn beleving, als ik dit zie, liquiditeit hieronder is compleet weggehaald. Nou, welke reden heb je nog om nu nog een keer naar beneden te gaan? Dat vanuit marktmakersperspectief heeft dat weinig zin in mijn beleving. Maar goed, ik kan ernaast zitten. Ik heb zeker niet alle wijze te pacht. Maar dit is dus een trade waarin je zeker in dit gedeelte sowieso mega winst moet nemen. Op de trade, als je die hebt gehad, van 54 of lager zelfs. Nou ja, veel lager was het niet, maar 53,5 zou nog kunnen. Is dit wel een plek waarvan ik zou denken, oké, neem hier een hele grote zak met winst. En wellicht kunnen we nog een stuk omhoog. Dat is
helemaal prima. Ja, dus dat wat betreft Bitcoin. Dan Ether. Ja, Ether zaten we in eerste instantie te wachten. Hè. Ik ben daar heel eerlijk in. Dus had ik te wachten op die one-to-one. Maar die hebben we niet gekregen. Zodra ik zag dat we die loos hierin hadden, heb ik daar ook een long opgenomen. Maar in eerste instantie was dit dus het idee. Wat ook gewoon heel erg logisch is, omdat de liquiditeit hieronder ligt. Ja, 9 van de 10 keer wordt die opgesnoept. Wat we wel hebben gezien, is een soort van ABC-correctie. Waarin we dus wel een 0,88 hebben vast weten te houden. Ja, dus dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Ja, dus dit is 0,88, is namelijk wel geraakt hierin, ja, op deze low. Ja, dus dat is dus wel iets waar je ook rekening mee kan houden. We hoeven niet altijd naar die one-to-one toe. Ja, je lag ook nog eens op grotere tijdframen 0,88. Maar ik zocht dus naar die liquiditeit. Hier niet gekregen, maar gezien dat we eigenlijk heel snel hier opgekocht werden. En wat ik dan belangrijk vind is, we moeten ergens liquiditeit weghalen. Nou, dat hebben we natuurlijk deels hier gedaan. En dat zal je zelf zien. We hebben dat deels hier gedaan op deze low. Dus hieronder, reken maar dat hier, dat hier stops zijn waren gezet. En ook onder deze low. Ja, die voorlaatste. En die zijn er in ieder geval allebei uit. Het kan zijn dat hier een mega entiteit heeft gekocht. Ja, op deze low, dat we dus daar niet meer onder hoeven. Ja, dus dat is ook de reden waarom ik dacht, oké, nu moeten we schakelen, want die low is wellicht in. Ja, en ik heb dit allemaal gedeeld binnen ExoTrader. Ja, dus als je dat meer van wil weten, check de Discord in de beschrijving van deze video. Ja, dus ik heb daar niets. Het is niet dat ik nu even om de hoek kom kijken. Nee, we hadden hier al entries. Alleen, ja. Heel eerlijk, gewoon wat minder aanwezig, omdat ik natuurlijk familieuitbreiding heb gehad. Dus ja, dat vergt ook gewoon aandacht. Dit was uiteindelijk de entry, richting 2900. Waar was het op de chart? We zien 2888. Dus deze roze lijn was ongeveer de entry. Ja, dus dat. Nou, waar lopen we dan nu tegenaan? He, dat is natuurlijk een ander gedeelte, is dat de liquiditeit hierboven ligt. Ja, reken maar dat er hierboven de stops liggen. De stops liggen daarboven. Ja, dat kan je aan je water voelen. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier ook nog een golden pocket liggen, getrokken vanaf high naar low. Eens even kijken, voor mij hadden we ook nog wat met fixed range. Oh ja, dat was ook nog een reden dat ik ben ingestapt. En het gold volgens mij. Nee, niet meer voor BTC. Daarin was dit dus erg interessant. Voor Bitcoin overigens. Dus het claimen van deze low is natuurlijk nu naar point of control. Dus vandaar dat dit een ontzettend interessant gedeelte is wat we gaan doen. Ik verwacht dat we een eerste afwijzing krijgen voordat we verder mogen gaan. Maar dat is mijn mening. Terug naar Ether. Dus we lopen nu hier. En feit is dat we prima dit kunnen doen. Hieronder sluiten zou voor mij een hedge short zijn. Dus ik hou natuurlijk die entry hier. Want het zou natuurlijk super dom zijn om die entry van hier weg te geven. En dan duurder terug te moeten kopen. Wat ik kan doen is, ik kan dit natuurlijk ontzettend mooi hedgen. Dus ik kan een short nemen hier. En wellicht traden we dan hier naartoe. En dan kan ik hier bijvoorbeeld adden aan de long hier. Dan komt mijn entry wel daar. Maar dan kan ik dus een nog grotere positie nemen. Dat is dus mogelijk. En bescherm ik zeg maar die long investering ten opzichte. Of die long investering met een short. Dus dat zou kunnen. En dan zou je dus dit kunnen krijgen. Ja, dus dat. Maar zoals gezegd hebben, als we kijken 3D is dit. De driedaagse. Maar kijken we naar die monthly candle. Is dit een mega bullish monthly candle, dames en heren. Ja, mijn verwachting is dat dit een nieuwe all-time high gaat worden. En wat hebben we daarvoor nodig? Hierboven. Dus aan het eind van de maand wil je hier boven zitten. Op 67,5 is jouw make or break level. Ja, dus zolang we daar komen, dus hierboven sluiten, is mijn gedachte alleen maar, oké, next monthly, die ligt op 71. Mijn verwachting is, die blazen we doorheen. Volgende maand gaan we hier, of niet volgende maand, maar dit level claimen
is voor mij een springplank naar nieuwe Altima. Ja, gevoelsmatig. En ik denk ook, als ik dit zo zie, dan is dit een mega bullish candle. Niemand verwacht, toch gekregen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Ether. Heb ik niet gekeken. Ik kijk nu ook voor het eerst. Dus we hebben ook met Ether, zou je kunnen zeggen, oké, het lekkerste zou eigenlijk zijn voor Ether 36,48. Dus deze bovenste, die roze lijn, 36,50, dat claimen is voor mij een run naar yearly high. Ja, niet altijd, maar yearly high sowieso. Wat hebben we dan nog hier liggen? Op monthly op 4600. Ja, dus voor mij zijn dat de levels die ik in de gaten hou op grotere tijd. Dan gaan we wat dichter bij huis kijken. Dan zit er natuurlijk nog wat tussen. Maar je ziet ook hier, als ik dit weghaal. Dit is een mega belangrijk level. Dit breken. Ja, in mijn beleving is dit een aanval aansluitend op all-time high. Yearly high. Ja, dus yearly high. En ik denk dat gaat lukken, persoonlijk. Dus in die zin ben ik best wel bullish momenteel. Ja, datzelfde geldt voor alts. En dan denk ik van, alts hebben, die moeten nog, dat klopt. Maar sommige hebben wel wat laten zien. Hè. Met name Injective. Ook daarin liquiditeit hierop gehaald. Het is, ik wil niet zeggen, dit kan iedereen. Hè. Ik bedoel, ik doe niets bijzonders wat jij niet kan. Absoluut niet. Ja, het is goed de markt analyseren. En dit was de entry op Injective. Zoals kijken. Die is overigens met Woo genomen. Die loopt inmiddels al op. Want dit was, even zien, 26,9. We zitten nu op 27,10. Dus die zal rond de 2,10 en 2,15 ergens staan. Nou, dus. En daarin is het niet eens een hele beste entry. Wat bedoel ik dan? Maar ik heb de low gewoon niet gekocht. Als in. Ik kan van alles de schuld geven, maar vooral mezelf. Ik had entries gezet. Ik denk, we komen misschien nog wel een keer terug. Dat klopt, maar we waren heel snel weg. Nou, dat was de reden. Ik wilde deze pakken. Dat we waren heel snel weg. En moest ik eigenlijk al, je ziet het al, hier op 19 plaatsen. Dus dit is natuurlijk zonder leverage. Is dit al vanaf, wat is het, wat zei ik, 19,10? Is dit al zo'n 42%. Dat is echt, op spot zijn dat serieuze bedragen als je met wat geld speelt. Mijn verwachting is dit. 32. Misschien iets lager, maar laat ik zo zeggen 31 give or take. Ja, dus dit zou voor mij het level zijn wat ik interessant vind. Kan de bodem voor Injective in zijn? Ja, dat kan zeker. De liquiditeit is echt opgehaald, dames en heren. De liquiditeit bedroeg, of in ieder geval de daling vanaf deze low, bedroeg 7%. Dat is meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Dus dat zou kunnen. Wat belangrijk is voor Injective is deze lijn breken. Gaan we dit breken, dan kunnen we verder kijken omhoog. Als we dat wegzetten op het volume, het complete volume wat we nu hebben gehad, dan zie je dat we deze hebben geclaimd. Of zover lijkt het in ieder geval. Die value area low. En dan zou je in principe hier naartoe kunnen kijken. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal fair. Want je zou ook nog eens kunnen kijken naar alleen het bovenste gedeelte. Dus de top range. En dan zie je dus dit. En dan kijk je in principe naar 33. Dat gezegd hebbende, we kunnen naar weekly kijken. Naar 5D, 3D. Dan zie je allemaal dat we Wix hebben. En dat eigenlijk dit best wel, dat we dit level, wat we misschien een beetje op moeten schrijven, rond de 32 ligt. Dus dit is echt wel make or break level voor Injective. Dat zien we hier ook. Dus hier duidelijk zichtbaar. Laten we zeggen 31, 7, 32. Dus als we dit kunnen doen en op monthly, dus we kunnen even kijken naar één maand, dan is dit vooralsnog prima. Maar je ziet ook dat die alts veel harder tik hebben gehad dan bijvoorbeeld een Ethereum, dan een Bitcoin. Dus je ziet ook dat die veel verder achterlopen. Hetzelfde geldt voor EMX. EMX hebben we dat niet gehad. Ik had eigenlijk gehoopt dat we, dit was eigenlijk mijn level van interesse en wellicht lager zelfs. Maar ik had in ieder geval gehoopt voor EMX dat we dus dit hadden gedaan. Deze lower uit. En dan terugkeren. Dus dat kan nog steeds. Zoiets. En dan denk ik, oei, dit is een heel mooi moment om te kopen. Maar wat we natuurlijk ook gelijktijdig zien, is de accumulatiefase die we hier hebben gehad. Daar zijn we nu op aan het bouwen. Je ziet het al.
Ja, dus deze lows, deze highs. Dus dat is natuurlijk best wel prettig om te zien dat dat vooralsnog houdt. Kunnen we een higher low krijgen? Je kan prima dit doen voordat we weer verder omhoog gaan. En dat kan ook langzaam gaan. Ja? En het probleem van dat soort prijsactie is dat op een gegeven moment lijkt het van we komen nog wel terug, Dan doen we dit, we komen misschien nog een keer terug en dan sta je alweer hier. En dan heb je vanaf die low alweer zo'n 100% gepakt. Dan is de kans om in te stappen is redelijk voorbij. Ja, dus je wil assets zoals IMX. Ja, als je natuurlijk een 70% drawdown hebt gehad in prijs, dan moet je niet wachten. Maar dan wil je dus veel meer actiever gaan handelen. En dat is wat we rond die lows in ieder geval hebben gedaan. Datzelfde geldt voor Track. Heb ik overigens gisteren ook gezegd. Jongens, is een idee om deze te kopen. Je kan hem met DCA doen. Ik denk, als ik dit zie, kunnen we natuurlijk altijd lager. Hè? Dus nogmaals, ik geef hier geen financieel advies. Ik laat je puur mijn interpretatie zien. Dus 64% kunnen we lager. Ja, we kunnen deze ook breken, 100%. Je hebt al een aardige tik gehad naar beneden. Het is niet raar om aansluitend een klein beetje te investeren en dat hier doen. Dan heb je een redelijk goede gemiddelde prijs rond de bodem. Ik zeg niet dat je een DCA-strategie hier moet toepassen. Want dan weet je, oké, zoveel procent hebben we nog niet. De kans dat we lager gaan is vele malen groter. Dus dat moet je natuurlijk wel in je achterhoofd houden. Even zien. Dan nog een andere interessante. Atom uit mijn hoofd. Ja, dus Atom is exact hetzelfde. Wat ik ontzettend prettig vind, is dat die hier liquiditeit op gaat. En we hebben het over de liquiditeit van 2022. En dus daar zijn we echt al even een tijdje mee bezig. Dus dit stuk reclaimen we. En dit is wat je graag wil. Je wil de liquiditeit wegtrekken. En dit was een beweging vanaf onder zo'n 7-8%. Afhankelijk waarschijnlijk van je exchange waar je op zit. Maar dit is wel wat je wil zien. Elke long die hier genomen is. En nou durf ik best op te gokken dat dat een stuk minder is dan dit. Hè, want de longs die hier zijn genomen, die stops die stonden echt wel ergens hier. Dus je hebt heel deze en deze longs heb je eigenlijk eruit getikt. Laatste keer liquiditeit ophalen. Kunnen we terug? Natuurlijk is het verstandig om de DCA-strategie toe te passen. Dat kan ik niet vertellen, want ik kan niet in je portemonnee kijken. Doe ik dat? Ja. Ja, dus ik ben hier op dit soort momenten, als we hier komen, ben ik een koper. Ben ik 100% de koper. Omdat ik dit soort prijsactie rond die bodem wil ik wat kopen. En als we kijken naar die accumulatie range waar je dus zit. Dus dat is dus dit. Dan zit je gewoon op de bodem. Hè? Wat hebben we nu? Dus als dit de bodem is en die onder is een fake-out, dan heb je 16% gedaan. De bovenkant van dit gedeelte is dus 200%. Vanaf deze entry praten we over 170%. Ja? En ik zeg niet dat Atom een mega goede investering is. Ik wil je laten zien wat je hiermee kan halen. Waarom? Ik lees ontzettend veel berichten dat mensen in heel veel kleine coins stappen. En dat is goed. Hè? Als je het team goed kent, dan is dat niet zo'n probleem. En ik bedoel dat het team doxed is. Dat je de whitepaper hebt gelezen. En dat moet je altijd met een heel klein gedeelte doen. Ja, en dan ga je natuurlijk niet met 70-80% van je vermogen erin zitten. En het is dus belangrijk dat je in die zin dat je een divers portfolio hebt. En dus ook dit soort altcoins kan toevoegen daaraan. Zeker als ze op die lows zitten. Zeg ik dat we een boeren gaan krijgen? Nee, dat durf ik. Dat weet ik niet. Maar ik ga ervan uit, als we de chart bekijken, dat we uiteindelijk richting deze prijzen gaan, richting $20. Hoeft dat nu? Nee, dat kan maanden duren. Maar op die lows ben jij een koper als je een investeringsmindset hebt. Dus dat wat betreft Atom voor DOT. Er zijn zoveel coins die dat kunnen. Hier DOT is op de lows ook gebroken. Niet die alle lows, maar dat hadden we hier al gedaan. Dus dat hoeven we ook niet te doen. En dit zou zomaar eens een idee kunnen zijn wat uit kan spelen. En dat is nu natuurlijk een super ver van je bedshow. Maar dit kan binnen x aantal weken worden uitgespeeld. En je ziet hoeveel weken dit duurde vanaf $4 naar... Wat zeg ik? Naar boven de 40. We praten over 54 dagen. Nog niet eens. He, dus laten we zeggen over 50 dagen. Dus je ziet, dat is koud anderhalf maand.
Dus in 6 weken kan dat gebeuren. Ja? Dus daarom, als je altcoins wil traden, kijk op een grote tijdsframe. Heeft niet zoveel nut om op een 1 uur of een 2 uur of een 4 uur grafiek te kijken. Ja, dat heeft met name, wat wil je doen? Wil je een spotpositie kopen? Dan zou ik zeggen, dan zijn dit de momenten om posities te openen. He, wil je leverage traden, dan zal je veel meer dichter bij huis moeten kijken. Okay, waar ligt liquiditeit? Is het opgehaald? Ja. Zijn we erboven gesloten? Waar ligt het meeste volume? Is er volume weggenomen? Hebben we bijvoorbeeld een bullish CVD? Al dat soort vragen kan je natuurlijk stellen, ook in de Discord. Maar geef ik je in ieder geval mee bij deze. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Altcoins kunnen nog even duren, maar ik denk dat dit de momenten zijn waar je op hebt gewacht. Ja, ik geef je geen financieel advies, ja, als in ik ga je niet vertellen dat je nu moet kopen. Ik laat je zien dat ik in het afgelopen weken bijgekocht heb, of in ieder geval gekocht heb voor een groot gedeelte. Dat is wat ik wil zeggen. Vind je deze video's nou super interessant? Vergeet dan zeker niet eventjes te abonneren, hè? Dus dat. Daarnaast de disclaimer uiteraard. Laat een reactie achter wat jij denkt van deze video. Rest me niets anders om je een ontzettend fijne avond toe te wensen. En zie je graag terug bij de volgende video. Ciao, ciao.